We staan hier bij Campus Cadix. Dat is een schoolgebouw die Strabag nieuwbouw gebouwd heeft. Dat is een gebouw die op het eilandje staat in Antwerpen. Het project is uitgevoerd in verschillende fasen. De eerste fase was de sporthal. De tweede fase is eigenlijk de technische school die wij uitgevoerd hebben. De derde fase was de drukkerij die wij ook uitgevoerd hebben. En nu komt er nog een vierde fase aan. Dat is eigenlijk de renovatie van het oude schoolgebouw. Wij hebben de lichtstraten in glas geleverd. Die staan hier op het dak. Er zijn ook drie lichtstraten die centraal in het gebouw zitten, dus eigenlijk volledig ingesloten in het gebouw op verdieping 2 en 3. Wij hebben naast die lichtstraten ook de sturing geleverd en ook de rookluiken op de verschillende trappenhallen. Strabag heeft hier voor IRS gekozen omdat wij een zeer flexibele ingesteldheid hadden naar planning toe, naar timing, logistiek en de uitvoering uiteindelijk zelf ook. De uitdaging zat hier vooral in de hoogte van het gebouw. De nok van het dak zit op kleine 30 meter. Daar moesten de lichtstraten dus geplaatst worden. Onze voornaamste troef om dat te realiseren was onze eigen mobiele torenkraan die wij hier ter plaatse konden plaatsen en verplaatsen zoals dat nodig was.